Het is geen aanrader om een hond met drie poten te nemen als je niet zo gezellig bent. Hé, hey, die hond mist een poot. Oh shit, oh, dan loop ik even terug. Dat vind ik dus bijzonder aan die mannen. Die vinden het vaak prettig als het een beetje wordt overgenomen. Mijn vriend ook, joh. Laatst had hij één dingetje. Hij vond dat ik hem bemoederd had. We waren dan de week daarvoor op een feestje geweest bij vrienden van hem. En toen gingen we daar weg. En blijkbaar heb ik toen gezegd, moet jij niet eerst nog even naar de wc? Mag ik meerdere leuke toegankelijke boeken achter elkaar lezen? Of moet ik ze afwisselen met die van Arnon Grunberg? Het eerste wat hij vraagt is, waar zit het knobbeltje precies? Is het nou de bedoeling dat ik zo, tadaa, dat lapje eraf ga halen? Ik had een of andere cursus en ik vroeg van, joh, wanneer is dat dan? En toen zei ze, ja, het is alle dinsdagen, behalve in de schoolvakanties. Dat ik denk, wanneer zijn de fucking schoolvakanties? We waren het toch eens dat we niks terug hoeven te geven voor dat niet gekozen leven. En is het koud 's ochtends, zeg ik, vergeet je handschoenen niet. Is hij blij mee? Maar als ik dan daarna voorstel om ze voor te met touwtjes aan zijn jas vast te maken, dan heb ik het gedaan.